je hoort hem één keer per maand. Het luchtalarm. Of zoals die eigenlijk heet, het waarschuwings- en alarmeringssysteem. Kortweg, WAS. Het luchtalarm werd in Nederland voor het eerst gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als de mensen het geloei hoorden, wisten ze dat ze zo snel mogelijk naar de schuilkelders moesten. Omdat er vliegtuigen aankwamen en er een bombardement dreigde. Maar dat is lang geleden. Je hoort het nu nog één keer per maand om te testen. Op iedere eerste maandag van de maand om precies 12 uur wordt het signaal getest. Lifeline-man voor Meldkamer Amsterdam. Dit hier is de Meldkamer van Amsterdam-Amsteland. En hier zitten de politie, de ambulance en de brandweer. En hier komen onder andere de 112-meldingen binnen. En ook de bediening van de sirene van het waarschuwings- en alarmeringssysteem gebeurt hier in de Meldkamer van Amsterdam-Amsterland, precies op deze plek. Jos, jij bent een van de mensen die het alarm mag bedienen. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Nou, we hebben hier al het bedieningssysteem om 12 uur. Dan gaan we voor een groep kiezen, namelijk de groep alle sirenes. En dan drukken wij op start. Oeh. Krijgen we nog één keer de laatste waarschuwing. Wilt u hem daadwerkelijk versturen? Drukken we op, ja. Ja. En dan gaan ze af. Dan gaan ze allemaal af. Op gebouwen, bij sportvelden of op scholen. Ze staan in ieder geval vaak op hoge gebouwen. Want ja, hoe hoger ze staan, hoe verder het geluid komt. En in heel Nederland staan meer dan 4000 van die waspalen. Zo'n waspaal bestaat uit een paal met daarop drie soort van schotels. En in die bovenste twee schotels, daarin zitten spiekertjes bij die zwarte gaasjes. En de tweede en de derde schotels, die zijn bedoeld om het geluid te verspreiden, om het te versterken. En dat werkt eigenlijk net als met zo'n toeter. Blijft u allemaal rustig, dit is geen reden voor paniek. En zo'n sirene werkt dus eigenlijk precies hetzelfde, want de ruimte tussen die schotels is precies dezelfde vorm als die van een toeter. Iedere eerste maandag van de maand gaat hij dus af als test. Maar wanneer gaat hij nou ook echt af? Ja, dat gebeurt echt bij noodsituaties. Denk aan milieurampen, hele grote branden, ongelukken met gevaarlijke stoffen. En dan is ook wel echt ons advies om naar binnen te gaan, ramen en deuren dicht te doen en de regionale radio- en televisiezenders aan te zetten voor de meer informatie. Maar naast de waspalen hebben we ook nog het NL Alert. Ja, dat klopt. Ik heb het bediensysteem van NL Alert even voorgezet. Kaartje van Nederland. Kunnen wij een gebied selecteren waar wij een NL Alert naar willen uitsturen. Mm-hmm. We kunnen heel concreet een tekst maken waarin staat wat er aan de hand is en waar het aan de hand is. En dit sturen wij uit naar de mobiele telefoons. Kijk, en zo komt hij dan dus binnen. En hier staat brand met veel rook. Als u last van rook heeft, ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit. Dus als burger weet je ook meteen wat je moet doen. Precies, ja. Super handig dat NL Alert, maar ik ben ook wel heel blij dat jullie nog elke eerste maandag van de maand al die waspaden nog even testen. En laten we hopen dat het bij testen blijft. Ja, dat hoop ik ook.